Een hele goede dag en welkom bij de online masterclass rondom Accelerative Leadership, de derde sessie. We gaan deze middag vooral en bijna eigenlijk uitsluitend stilstaan bij de praktijk. En de afgelopen twee sessies hebben we wat meer theorie bekeken. En vandaag richten we ons komende half uur vooral op de praktijk. Mijn naam is Jeroen en ik ben de host voor dit webinar. Even een paar spelregels, vrij simpel. Het geluid, u kunt alleen horen, maar u kunt niet terugpraten. Hè? Alles staat op mute. Maar er gaan natuurlijk vragen zijn. Ligt een beetje aan welk apparaat u achter zit, maar of boven of aan de rechterkant van uw scherm zit u in een Q&A-box. Daar kunt u de vragen gedurende deze sessie gewoon kwijt. Ik hou ze in de gaten en zorg ervoor dat ze worden gesteld aan Drak en Niels. Mochten we niet aan toekomen, dan zullen we na afloop van de sessie die nog één op één aan u beantwoorden. Maar even heel kort over Quint. Wij zijn een internationaal advies, opleidings- en technologiebedrijf. Wij focussen ons eigenlijk primair op het helpen van organisaties bij het implementeren van hun digitale transformatie. Vandaag gaan Dragana en Niels Loder met jullie aan de slag. Sessie 1 en 2 hebben ze ook meegemaakt. En we doen eigenlijk de wrap-up van de eerste twee sessies rond de praktijk van leiderschap. Een topic wat fantastisch past bij Dragana en Niels. Dus ze kunnen daar ook de komende 30 minuten u perfect over bijpraten. Niels, dan volgens mij is het woord nu aan jou. Ja, dank je Jeroen. Ja, zoals Jeroen zei, we gaan nu praten over de praktijk. Het is een beetje een eigenaardig moment om over praktijk te praten. We hebben eigenlijk in die eerste twee sessies hebben we onze Accelerative Leadership model besproken, de twee helften. Die zijn eigenlijk ook volstrekt uit de praktijk ontwikkeld. Dus we gaan praktijk over praktijk praten en eigenlijk niet eens meer over theorie. Dus dit is nogmaals het model wat we gebruiken met de belangrijke keystone practices erin in het blauw. Dit zijn de dingen waarvan we zeggen, ja, als je het niet doet, als je deze niet doet, ja, dan zal het hele verhaal eigenlijk geen context meer hebben. En natuurlijk gaat het over het leveren van waarde in flow aan klanten. Daar moeten alle leiderschapsactiviteiten op gericht zijn. Nou, we hebben in de tussentijd, natuurlijk naar aanleiding van de eerste en tweede sessie, hebben wij allerlei opmerkingen en vragen en punten gekregen. En die hebben we eigenlijk vertaald in een set van vijf stellingen. Daar hebben we een poll van gemaakt. Dit zijn dus de vijf stellingen. Tooling werkt eerder belemmerend dan ondersteunend in het dagelijks leiderschap. Investeren in het ontwikkelen van leiders heeft een meetbare ROI. Leiderschap is voor een groot deel maakbaar. Mijn bestaande HR en finance kunnen prima gebruikt worden in een high-performance omgeving. En de cascade is een onwerkbaar construct. Nou, dat zijn vijf dingen die we gedestilleerd hebben uit jullie eerdere opmerkingen en vragen. Maar natuurlijk aan jullie om te bepalen in welke volgorde we die gaan afhandelen. Dus Jeroen, wil jij de poll even opengooien? Ja, ik heb hem net als het goed is voor iedereen op het scherm gezet. Dus aan de hand van de antwoorden gaan we ook bepalen over welke onderwerpen we gaan praten met elkaar. Dus de vraag is ook om de poll in te vullen. Ik zie de eerste stemmen al binnenkomen. Ik geef ook even de tijd om het even rustig te lezen. En verwachten dat we eigenlijk de top drie uit het lijstje wel kunnen behandelen de komende 30 minuten. Dus ik wacht even tot iedereen zijn stem heeft ingezet. Dus ongeveer dat de helft nu al een keuze heeft kunnen maken. Ik ben benieuwd wat zometeen de uitslag gaat zijn. Tromgeroffel. Ja. Nou, de laatste heb ik al binnen. Ik ga nu de poll sluiten. We gaan eens even kijken wat de resultaten zijn. Dan ga ik even de resultaten ook weer op het scherm zetten. Niels en Dragana, ik lees ook even voor de zekerheid jullie voor. Ja. We hebben, nou op zich al handig, we hebben gelijk drie topics op een gedeelde eerste plaats staan. Okay. Dat zijn investeren in het ontwikkelen van leiders heeft een meetbare ROI. Ja. Dat zijn leiderschap is voor een groot deel maakbaar. Ja. En dat is de cascade is een onwerkbaar construct. Oké. Ja, en dan daarna volgde mijn bestaande HR finance kunnen gebruikt worden in een HPO-transformatie.
En met 8% op de laatste plaats is tooling werkt eerder belemmerend dan ondersteunend. Ja, ja. Oké. Dus Nou, ik sluit hartstikke nu de goed. resultaten. Dus ik stel voor dat we gewoon het eerste onderwerp pakken, Niels. Wat mij betreft is dat investeren in het ontwikkelen van leiders heeft een meetbare ROI. Volgens mij kun jij Ja. daar vast wel wat mee. Ja, dat is natuurlijk weer een fantastische vraag die we gekregen hebben. Dat is natuurlijk weer wel een interessante. Want hoe bepaal je nou wat de waarde is van leiderschap? Dat is eigenlijk de kernvraag. Wat is de waarde? Want laten we even eerlijk wezen, leiders produceren geen waarde in essentie. Dus je kunt geen business case maken voor leiderschap. Er zijn kosten, maar er zijn eigenlijk beperkte opbrengsten in termen van geld wat binnenstroomt. Maar dat wil niet zeggen dat leiderschap niet een waarde heeft. En wat ik zie bij een heleboel leiderschapsteams is dat die waarden, daar staan ze niet bij stil van wat betekenen we nou eigenlijk voor onze organisatie. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Toyota doet. Toyota zegt, de waarde van ons leiderschap is dat ze de continu verbeterde motor zijn van onze organisatie. En dat kun je meten. Je kunt per leider kun je kijken van wat doet deze persoon in het stimuleren van continue verbetering. En welke verbeteringen op leiderschapsniveau, want daar zijn ook allerlei impediments, problemen, dingen die opgelost moeten worden. Welke dingen lost hij zelf op of samen met collega's op dat gebied? Maar is dat, Niels, als we dat vertalen naar onze visie op leiderschap, je hebt... meetbaar en merkbaar. Dus jij exact. Zegt, nou, Toyota heeft het ook meetbaar gemaakt, maar wij praten ook voornamelijk over merkbaar aspect van leiderschap. Exact. Ja, merkbaar, dat zit hem in. Zien we nou dat teams beter bij elkaar komen? Zien we dat we betere teamvorming hebben? Zien we dat de productie gewoon omhoog gaat? Zien we dat onder de omgeving van een bepaalde leider, dat er bijvoorbeeld meer tijd is voor innovatie, voor verbeteringen, dat soort aspecten. En daar kun je wel degelijk een meetbaar verhaal van maken. Maar natuurlijk is merkbaar in termen van groei in vertrouwen. Zijn mensen bereid om te zeggen wat ze denken? Of merk je toch dat er niet zo heel veel gezegd wordt in een vergadering en dan op de gang zit iedereen weer te kleppen met elkaar? Nou, dan weet je gewoon dat de merkbaarheid van de waarde van die leiderschap, die is er niet. En nogmaals, de merkbaar slash meetbaarheid moet je terug kunnen vinden in het leveren van waarde in flow aan klanten. Dat is altijd weer het effect wat je moet kunnen zien. En ook is belangrijk, denk ik, om toe te voegen dat wij hebben in de afgelopen 2 sessies voornamelijk ook over die merkbare aspecten, over tangible aspecten van leadership gehad, die je eigenlijk kan zien, die je kan implementeren, die eigenlijk aantonen, dit is een organisatie die, als je daar rondloopt, kan je zien, nou, een leider, acceleratief leader is daarmee bezig geweest. Maar meetbare aspecten zijn denk ik nog steeds medewerkerstevredenheid die omhoog gaat als je met jouw dingen bezig bent. En natuurlijk ook klanttevredenheid die omhoog gaat. Maar ja. Ik denk dat aspect die niet vergeten moet worden is dan dat investeren in leiders, die meetbaarheid van ROI zie je ook in die zachte aspecten. En dat is nou die focus op het creëren van mindset en gedrag binnen de organisatie die eigenlijk de purpose van de organisatie ondersteunt. En ja. Dat is de hele cascade van purpose naar doelen, naar operatie, die gewoon goede leiders gewoon goed in de gaten houden. En wat ja. ik ook zie in de organisatie, ook het verschil, wat ik dan noem meetbaar return on investment van een leider, zie je dat het verschil tussen formele en informele organisatie nihil is. Bij organisatie waar leiders niet de touw in de handen hebben, waar het niet organisatie geïnspireerd van nou de purpose wordt en met de leiders die dat ook stimuleren, dan zie je hele sterke informele organisatie. Dat gewoon, ja, zaken ja. worden geregeld buiten de leider om. Ja, je wil eigenlijk dat gelijk maken. Ja,
Kunnen jullie, sorry, ik, even inbreng, ik krijg een vraag binnen over wat je dan zou kunnen meten of waar een ROI op zou kunnen liggen. Dat is waarschijnlijk niet alleen de harde euro, dat kan op een hele hoop plekken liggen. Kunnen jullie wat voorbeelden geven op waar die ROI dan op zou kunnen liggen? Of wat je dan zou kunnen heel meten? Simpel, doorlooptijden. Gewoon doorlooptijden, de hoeveelheid tijd die je verspilt in het doen van werk wat geen waarde toevoegt. En dan heb ik het in IT-organisaties met name over wat we noemen dan failure demand. De vraag dus incidenten vragen van klanten omdat ze iets niet weten, omdat we dat niet goed uitgelegd hebben als IT. Maar ook, dat zie je ook in bedrijven met hun servicekant. Hoe vaak word je gebeld door je klant vanwege het feit dat je product of dienst niet werkt? Nou, dat is iets waar leiders een hele belangrijke rol in kunnen spelen. In het stimuleren van het verwijderen van de grondoorzaken van dit soort vragen vanuit klanten. En daarmee zorgen dat we veel meer tijd besteden aan waardevolle dingen voor de klanten. Ja, en ik kijk eigenlijk Sorry, ga je gang, Dagger. Nou, misschien ook even toe te voegen. Dus wat Niels vertelt, dus de. De performance indicators van je organisatie zijn eigenlijk meteen signaal van effectiveness van een leider. Dus als jij verantwoordelijkheid pakt voor een organisatie, dan voel je verantwoordelijk voor alle aspecten van de operatie en levering waarde aan de klant. Dat is aan één aspect van wat je meetbaar kan maken. En de tweede is, dat noem ik de personal effectiveness van een leider. En dat is dat hadden we vorige keer daarover. Nou, hoeveel tijd besteed je aan al die overleggen? Hoeveel weet zit in je organisatie? Weet je, hoe lopen de informatieflows? Hoe lopen de kennisflows door de organisatie heen? Dat kan je allemaal optimaliseren en minimaliseren en echt alle verspillingen daaruit halen. Ja. Dat is ook een hele belangrijk aspect van de return on investment. Ja. Wat je daar ziet is, dit zijn nou plekken waar, dit zijn aandachtsgebieden die Dragan nou ook benoemd, waar we zien dat leiders echt hulp nodig hebben om te snappen dat ze zich daarmee bezig moeten houden. Ja. Het gebeurt nog ruim onvoldoende. Ja, ik krijg nog een goede suggestie, vind ik wel een interessante. Je kan bijvoorbeeld ook meten aan de hand van het aantal initiatieven die op de werkvloer meer toenemen, omdat mensen durven initiatieven op te starten. Ja, en dat is die bottom-up informatie, verbeteringen, initiatieflow, die je als leider continu moet oppakken en iets mee doen. En niet opstapelen. Daar hadden we vorige keer in de cascade over, bottom-up en top-down informatieflow. Helemaal mee eens. Ja. En dat is ook een meting van effectiveness van een leider. Ja. Ik krijg hier nogal een opmerking van iemand die zegt, begrijp wat jullie zeggen. Maar we hebben altijd wel last van het feit dat de KPI's of performance indicators altijd met een vertraging zichtbaar zijn. Dus als je dat gaat sturen, stuur je eigenlijk op de vertraging. Misschien wel een stukje op het verleden. Ik moet nog een organisatie zien die KPI's heeft die echt real-time, up-to-date in de juiste cascade ingericht zijn. En die gestuurd zijn door de leiders. Dat moet ik nog zien. En tegelijkertijd, want ik doe heel regelmatig sessies met leiderschapsteams om KPI's te ontwikkelen. De eerste gedachte is dat een KPI maandelijks gemeten wordt. Ja, dat is echt old school. Dat is die manier van denken is gewoon totaal old school. In principe moet je minimaal één keer per week een update van je cijfers hebben. Liefst dagelijks, liefst wat Dagana zegt, real-time, online. Dat je elke keer als je aanlogt, dat je een andere cijfer ziet. Of dat je een ander datapunt erbij krijgt. Weet je, en het kan. En het kan, weet je, het gros van de organisaties werkt met een ServiceNow, een Jira. En ze hebben een Power BI erachter zitten of iets in die trant. Ja, het kan. Maar daarmee misschien de eerste stelling die nog steeds op het scherm staat, die niet de top 3 heeft behaald. Tooling werkt eerder belemmerend en ondersteunend. Is eigenlijk misschien wel hieraan mooi te koppelen. Dat jij dan waarschijnlijk van mening bent dat tooling juist in deze vorm heel erg ondersteunend is aan het meetbaarder maken van. Ja, het kan zijn. Ja, kan zijn. Dat kan zijn, maar dan moet je wel ook de tooling, dat is niet de, daar moet je wel voorzichtig mee zijn en zorgen dat je ook over de teams heen, over de organisatie heen, wel zoekt naar uniformiteit en standaardisatie.
Ja. Want als iedereen met de laatste gadgets komt, dan ben je er ook niet. Ja. Zullen we doorgaan met de volgende? Anders besteden we dit is te veel tijd aan deze. Ja, deze ook eigenlijk wel even aan Dragonaar om af te trappen geven. Dat was de stelling rondom de cascade is een onwerkbaar construct. Kan je daar eens een aftrap op geven? Wij hadden, dat was de vorige. Kijk, dit is wel. Wij hadden over. Ik had ook net verteld iets over de formele en informele organisatie. En formeel en informeel communiceren met elkaar. En cascade is. Zeker en zeker een werkbaar construct, maar dat is iets waar je eigenlijk tijd en effort aan moet besteden om dat goed voor elkaar te krijgen en dat te organiseren. Want die top-down en bottom-up communicatieflow, daar moet je wel bewust van zijn. Wat is het dat top-down naar boven gaat en wat is de frequentie in welke dat opgepakt moet worden en wat is de bottom-up tegelijkertijd. En ik merk dat heel veel organisaties daar moeite mee hebben, want je hebt informatieflow kent geen silo's, kent geen borders van afdelingen. Dus je moet heel goed nadenken naar hoe richt ik het in. En dat is, als je dat goed ingericht hebt, dat is een versneller in je organisatie. Want dan wat ook een van de deelnemers vertelde, dan heb je ook sneller meer initiatieven vanaf het werkvloer richting management ontpoppen. Want mensen voelen zich gehoord, voelen zich veilig, voelen zich oké, ik heb een goed idee en dit wordt opgepakt. Je krijgt ook organisaties die versnellen doordat die bottlenecks sneller opgepakt worden, dat besluiten sneller worden genomen. Maar die top-down, ik noem altijd top-down is. Informatieflow die gewoon, dat is de envisioning, dat is richting, dat is context van waar de organisatie in bevindt. En dat is die change story of purpose, nemen, waar gaan we naartoe? En dan moet je echt als leider echt bewust van zijn het is nooit te veel als het vaak genoeg verteld wordt, maar meestal wordt het te weinig verteld. En dat moet je gewoon inplannen en heel structureel gewoon oppakken en gewoon organiseren. En al die bottom-up doe je ad hoc zo snel mogelijk. En wat zijn kenmerken waaraan je kan zien dat het wel een onwerkbaar construct is geworden in je organisatie? Ja, dat is vooral als je allerlei uitzonderingen laat. Dus een cascade werkt doordat het een structuur heeft die gewoon helder afgesproken is, waardoor op een bepaald moment bepaalde niveaus in de een bepaald niveau in de organisatie allemaal tegelijkertijd op dat moment aan het vergaderen is. En een fabuleus voorbeeld daarvan is Scania. Zij hebben een cascade die niet eens één keer per week werkt, maar elke dag. En die start gewoon om 8:30 's ochtends bij de teams en eindigt bij de directie om 11:00 van 11 tot 11:30 zit de directie elke dag bij elkaar om de aspecten van de organisatie te bespreken. Nou, als je dat voorstelt in een heleboel organisaties, dan zeggen ze van ja, maar dat kan helemaal niet. Nou, wat je dus ziet is, als je zo'n construct hebt, dan vervangt het een heleboel andere meetings. En als je naar die cascade kijkt, dan zitten directieleden in twee overleggen. En teamleiders zitten in twee overleggen. Het is alleen de teamleden die in één overleg zitten. En voor de rest wordt het snel gecascadeerd naar boven. Dus alle problemen worden gewoon stelselmatig door de organisatie heen gestuurd. En de terugkoppeling, die gebeurt gewoon in de middag. Ja. Dus als mensen nagedacht hebben over een probleem, die is geëscaleerd naar een bepaald punt in de organisatie. Daar wordt in de middag over nagedacht en in die middag wordt er gelijk teruggekoppeld. Dit is de oplossing. Maar om een voorbeeld te noemen, ik krijg heel vaak vragen van de klanten over basale dingen. Waarom moeten de teams elke dag kwartiertje stand-up hebben? Wij kunnen het ook 2 keer per week doen. Nee, je moet het elke dag doen. Met elke dag kan je een verbetering identificeren, kan je gewoon weer werk bespreken, kan je hulp vragen, kan je hulp aanbieden. Tegelijkertijd, heel veel dan laag omhoog, ze hebben 1 keer per week een management team meeting van 2 uur. Ze komen niet bij elkaar een kwartier om stand-up te hebben. En dat is die cascade. Wij verwachten dat jij gewoon met visual tools, met visual management, toch elke dag
net opgehaald bij de teams die je elke dag krijgt. En dat je dat gewoon bespreekt en niets meer doet. En dan laag omhoog ook. Dus de cascade is een zeker werkbaar construct die heel veel winst biedt, omdat je echt tijd bespaart en afstemmingsmomenten gewoon exponentieel omhoog krijgt. Dus je hebt dan ook dingen niet die tussen wal en schip vallen, want hier praten we over gewoon het verschil in tijd van 24 uur, niet 7 keer 24. En dat is denk ik de grootste winst. En als je dan de weerstand krijgt binnen de organisatie, waarbij ze zeggen, ja, dit is onwerkbaar. Waar komt die weerstand dan vandaan, om het onwerkbaar te noemen? Wat zit er dan nog niet goed? Ja, omdat zeg maar, het verschil tussen één keer in de twee weken even een uurtje twee uurtjes met elkaar zitten. Gewoon in het luchtledige eigenlijk je management team meeting bijvoorbeeld hebben. Is gewoon makkelijk te organiseren. Gestructureerd neerzetten van alle meetings is toch wat lastig. Want sommige mensen vinden het niet leuk om te meeten op een maandag. Of op een dinsdag, of een woensdag, of donderdag. Iedereen heeft wel wat. Dus het verschil tussen de huidige situatie en waar je naartoe gaat, dat is voor sommige organisaties best groot. Hoe groter het verschil, hoe groter de winst is voor zo'n organisatie. Niels, hier hebben we nog een voorbeeld, denk ik. Ik denk dat het ook heel erg in gewoontes en rituelen en gedrag ligt. Mensen, zelfs mensen vinden het moeilijk om iets anders op te pakken, om te veranderen. Want onbekend maakt het onbemind. Het feit dat je vasthoudt aan bila's, je vasthoudt aan de routine, dat je gewoon 2 uur gewoon alles doorhakt, agenda hebt met voorleggen in de overheidsinstellingen, dat het allemaal heel goed gestructureerd is, dan kan je ook, en dan wat je krijgt in die overleggen, komen mensen ook onvoorbereid, ze hebben stukken niet gelezen, dan moet je ze bijpraten, moet je heel veel dingen, heel veel wezen daarin. Dagelijks heb je gewoon voorbereiding elke dag. En daar zitten we in gewoontes, rituelen. Mensen onbekend maken het onbenieuwd, wat ik net zei. Dat vind ik heel lastig. Dat is weerstand. En een van de belangrijke dingen is natuurlijk dat we op basis van visual management hoeven we met elkaar niet een status update te geven. Ja. Dus in die meeting, die meetings kunnen veel korter zijn. Iedereen kan de status gewoon zien op de borden. Of het zij fysiek, het zij virtueel, maakt niet uit. Dat is geen punt. Je weet de status, die hoeven we niet te bespreken. Dus we kunnen overgaan tot de belangrijke aspecten. En wat toch belangrijk, misschien nog één punt en dan ga ik stoppen. Laatste punt. Belangrijk, wat wij nou voorstellen, is eigenlijk verandering van systeem. Dit is systematisch kijken naar de organisatie en het systeem veranderen. Kijk, met de meetings, eentje schrappen, eentje erbij, en iedereen is daaraan gewend, is makkelijker. Dit is gewoon een organisatie gewoon op een andere manier inrichten. De inrichting van de communicatie, informatieflow. Ja, punt. Okay, punt. Dan de derde stelling. Maakbaarheid van leiders. Ja, die ga ik aan jou zeggen inderdaad. Leiderschap is maakbaar. Ja, leiderschap is maakbaar. Ja, dat is, daar kunnen we uren over praten met elkaar. Is het aangeboren? Ben je vanzelf een geweldige leider? Nou, het antwoord is, tenminste mijn idee of wat ik zie in organisaties is, je hebt niet een organisatie vol met fantastische leiders. Okay? Net zoals je geen voetbalteam hebt vol met Messi's. Dat heb je gewoon niet. Maar wat je wel wil, is dat de mensen die in een leiderschapspositie zitten, het beste uit zichzelf halen als leiders. En de manier om dat te doen, is door een systeem, wat Darren net zegt, een systeem met elkaar vast te stellen. Hoe leer je leiderschap op dit moment? Nou, je loopt een organisatie binnen, je kijkt rond en je doet na wat anderen doen. Dat is hoe leiderschap in zijn algemeenheid geleerd wordt. Ja, het wordt aangevuld met een paar cursusjes, algemene cursussen van feedback geven en dat soort aspecten.
Maar wat wij proberen te doen met Accelerative Leadership is echt heel duidelijk neer te zetten wat zijn de activiteiten die we als leiders doen en wat zijn daarin de kernpractices waar we goed in moeten worden. Het feit dat leiders dan die practices misschien op een iets andere manier uitvoeren is geen probleem, want dat kunnen we met elkaar bespreken. Want we doen dezelfde practices en we kunnen leren wat de standaarden zijn. En de standaarden, daarmee bedoel ik de best bekende manier om dit soort werk te doen. En dat zie je in een heleboel organisaties, is ja, leiderschap, ja, ik doe het nou eenmaal zo, op deze manier. Ja, Gemba Walks, nee, dat doe ik niet aan, ik doe het op een andere manier. Weet je, en daar willen we van afstappen. En wat je ziet, is dat als mensen de dingen doen die wij in ons model hebben, dan zie je dat ze worden van zeg maar gemiddelde leiders tot prima leiders. Oké, okay? Het is net zoals je een voetbalteam. We hebben een aantal jaar geleden heeft het team Leicester City heeft de Premiership gewonnen in Engeland. Nou, zaten daar sterren in? Nee, er zat nul sterren in. En toch waren zij in staat om als team fantastisch te functioneren. Matige voetballers of gemiddelde voetballers die samen echt een topprestatie leverden. En ik geloof dat als leiders een gemeenschappelijke manier van werken hebben, dus het is te leren, leiderschap is dus maakbaar wat dat betreft, dan kun je echt heel veel winst realiseren voor je organisatie. Maar niet alleen door te focussen op het individu, want ik hoor het woord. Nee, ik denk dat hier hebben wij wel een aspect, wij benadrukken de rol en noodzaak van leadership teamontwikkeling. Want de organisatie moet je wel proberen zodanig verder te krijgen met de leadership team, die dat gewoon zich verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van de organisatie. Maar elk individu in die leadership team moet wel zich committeren aan eigen ontwikkeling en zich collega's en andere en organisatie helpen ontwikkelen. Dus dat is dat continu leren en continu de feedback loop die onderling moet ontstaan. Dat je durven elkaar feedback te geven. En dat is en dan is wat is dat basis voor nou? Je moet werken aan vertrouwen onderling. Onderling vertrouwen en transparantie naar elkaar toe. En dat is dan de eerste bottleneck waar ze doorheen moeten. En wat Niels ook hier net zei, wij komen vaak organisaties binnen waar een nieuwe CEO of CIO is aangesteld en hij wil alles omgooien. Misschien is dat ook terecht, misschien niet, maar dat is ook een groot risico als een kop, als iemand, als het echt alles hangt aan één persoon, dat die persoon gaat weg. De anderen zijn bijna doelloos. Dus je moet wel in het systeem inbouwen. Wat zijn de core values van de organisatie? Hoe doen we leadership hier? Wat is ons leadership systeem die we hanteren? Wat verwachten we van elkaar? En dus iedereen dan kan vervangbaar zijn. Dus als iemand weggaat, het systeem blijft intact. En die kan je continu verbeteren. Ja, en daarmee creëer je dus consistentie in de manier van leiding geven. Dat betekent dus dat er geen grote verrassingen zijn voor teams als zij ineens een nieuwe leider krijgen. Want zij weten precies wat ze kunnen verwachten in termen van wat die persoon doet. Dat hij het allemaal op zijn individuele manier, individuele invulling geeft, dat is oké. Okay. Maar we weten wat we gaan doen in termen van planning, in termen van cascadering, in termen van visual management, in termen van Gemba Walks, in termen van al die gemeenschappelijke vertrekpunten. Zitten achter. Yes, absoluut. En wat je ook ziet is, op basis van Accelerative Leadership kunnen leiders elkaar coachen. En dat is een van de dingen die ik vrijwel nergens zie, is leiders die elkaar coachen. Het lijkt alsof zodra je een team ontgroeid bent, dan hoef je elkaar niet te coachen meer. Nee, hallo, de leiders, de senior leiders moeten de middle managers coachen. In hoe ben je nou leider in deze organisatie? En dat is op basis van een systeem. Dus wij zijn nog niet klaar. Ja, we hadden ook onze tijd. Willen jullie nog ergens op terugkomen of nog een aantal takeaways meegeven aan de gasten van vandaag? Dus voor jullie nog even om af te sluiten.
Ja, mijn verhaal is, jongens, neem leiderschap in lean, agile, DevOps omgevingen echt serieus. Het is echt anders dan hoe het was. En ga leren. Ga leren als leider. Ja, het is echt de motor en de injectie voor succes van je organisatie. Ja, fantastisch. Niels, het lijkt misschien ook wel goed om iedereen even te wijzen op dat we op onze website ook zeker vanuit jouw hand een aantal whitepapers en artikelen hebben staan die ook verder ingaan op het leadership model wat jij ook als rode draad hebt gebruikt op deze drie sessies. Ja. Dus kijk daar vooral even op. Ik wil van vandaag iedereen bedanken die deze of meerdere sessies heeft bijgewoond. En ook zeker jullie en Dragan en Niels voor jullie enthousiasmerende verhalen en jullie delen van jullie kennis. En dan stel ik voor dat we het gewoon voor vandaag gaan afronden. En dan wens ik iedereen een fijne dag verder. Dankjewel. Dankjewel.